NDP-parlementariër Naomi Samidin staat achter de verhoging van de invoerrechten op kip en kipdelen. Dat onderstreepte ze gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme besloot in de laatste week van juli de invoerrechten van 20% naar 40% te verhogen. Deze maatregel is bedoeld om de lokale kippenteelt te stimuleren. De verhoging zou vandaag ingaan. Echter stuitte het besluit van het ministerie op weerstand vanuit diverse groeperingen. Zo vinden enkele parlementariërs dat de verhoging van de invoerrechten ervoor zal zorgen dat de prijs van lokaal gekweekte kippen zal stijgen. Daarnaast zijn importeurs van mening dat de verhoging van de invoerrechten niet zal leiden tot verhoging van de lokale kipproductie. Samidin is echter van mening dat de lokale productie wel gestimuleerd kan worden indien de inputs van de kippenteelt goedkoper worden. Nu is de tijd om onze lokale productie ter hand te nemen en de lokale producenten de incentives te geven om te kunnen competen op de markt. Daarom vraag ik me ook af of in het besluit om te komen tot een verhoging van de kipimport ook is meegenomen dat bijvoorbeeld voer lokaal geproduceerd moet worden. Ik denk aan bijvoorbeeld maïsvoer. Dat kunnen we zelf planten en verwerken tot maïsvoer. Of dat er vanuit het ministerie van LVV is gekeken om de invoerrechten voor voer en grondstoffen te verlagen. We moeten de lokale kipproducenten stimuleren. Daarnaast vraag ik me af of de financiën die door de importheffing vrijkomen werkelijk geïnvesteerd zullen worden in de lokale markt. Voorzitter, we moeten voorkomen dat wanneer de importheffing morgen ingaat, de minister had aangekondigd per 1 augustus, en wanneer de importeurs de prijzen voor importkip laten stijgen, dat kip straks een luxe wordt binnen een gezin. Voor Samidin is het van belang dat bij de verhoging van de invoerrechten de regering een controlerende taak blijft uitoefenen. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat willen we onze bevolking lokaal geproduceerde kip laten consumeren? Hoe kunnen we de prijzen betaalbaar voor ieder houden? Ik sta achter de importheffing van 40%, laat dat duidelijk zijn. Omdat we op kort tot middellang termijn kunnen zorgen voor meer werkgelegenheid. Wanneer er veel meer outgrowers in de kipsector zullen gaan, dan zullen we merken dat dat ook zal zorgen voor een beetje meer economische beweging. Daarnaast moeten we kijken naar wat het op lange termijn voor onze volksgezondheid kan betekenen. Maar daar roep ik het ministerie van HI hierbij daarom ook op te kijken naar de prijzen in de winkels van zowel de importkip als de Surinaamse kip. Want ze hebben gehoord dat er een verhoging komt en ze schroeven allemaal hun prijzen op. Hoe zeggen ze dat? De dansa poku, before a poku begin play, no? Dat was NDP-parlementariër Naomi Samidin gisteren in de Nationale Assemblée over het besluit van het ministerie van HI&T om de invoerrechten op kip en kipdelen te verhogen met 20%.